Een cirkeldiagram wordt vaak gebruikt om de relatieve frequenties visueel voor te stellen. Stel dat Bpost een enquête houdt onder zijn postbodes om na te gaan welk vervoermiddel zij verkiezen om de post te bedelen. Ze geven liever elke postbode een enquête en van alle postbodes vullen er 906 een enquête in. Er is slechts één vraag. Welk vervoermiddel verkies je om de post te bedelen en de mogelijke antwoorden zijn per fiets, per wagen, met de bromfiets of met een elektrische fiets? Om hiervan nu een cirkeldiagram te maken, een andere benaming voor een cirkeldiagram is een schijfdiagram of een zogenaamd taartdiagram, dan gaan we als volgt te werk. We gaan naar het tabblad invoegen en we kiezen voor een cirkeldiagram. We nemen de meest eenvoudige versie en er verschijnt alweer een leeg venster. Rechtermuisknop, gegevens selecteren en we komen terug hetzelfde venstertje als bij ons staafdiagram. De horizontale aslabels, dat stelt nu alle mogelijke antwoorden voor fiets, wagen, bromfiets en elektrische fiets. En wanneer we een reeks gaan toevoegen, moeten we weer al een reeksnaam kiezen. Zouden we bijvoorbeeld vervoermiddel kunnen invullen. En de reekswaarde is in dit geval de relatieve frequenties. Terug op het rode pijltje drukken. We zien al onmiddellijk een soort van schijfdiagram verschijnen. Alleen hebben we bij onze legende staande cijfertjes 1, 2, 3 en 4. En we willen natuurlijk dat hier fiets, wagen, bromfiets en elektrische fiets verschijnt. Oké. Die 1, 2, 3, 4 is automatisch gekozen door Excel en om die te veranderen volstaat het om op de knop bewerken te drukken, op het rode pijltje en dan de labels selecteren die je wenst. Terug op het rode pijltje klikken en je ziet ze hier verschijnen. Oké. Oké. En voilà, ons eerste cirkeldiagram is gemaakt. Wat misschien nog handig is, is het volgende. Wanneer je rechtermuisknop klikt, dan kan je gegevenslabels toevoegen en dan verschijnen er de relatieve frequenties per vervoermiddel.